Vandaag ga ik op vakantie naar Blokland. Ik heb namelijk een luxe villa gehuurd met een mooi zwembad. Ik sta hier ook al klaar op het vliegveld. Alleen moeten wij eerst wachten op het allereerste vliegtuig. Maar ja, op vliegtuigen wachten kan soms al heel lang duren. Dus klik daarom zeker in de tussentijd op dat blauw duimpje omhoog. Wacht, heb jij het gedaan? Nou, welkom. Laten we maar naar het vliegtuig gaan. Het eerste vliegtuig arriveert in zo'n minuutje ongeveer 55 seconden. Maar waarom liggen er hier allemaal dingen? Zijn dat onderdelen van mijn vliegtuig? Waarom liggen er onderdelen van mijn vliegtuig naast de landingsbaan? Er staat hier ook iemand al klaar en hij zegt... Uh-oh, het ziet er naar uit dat er een storm aan zit te komen. Oh, zo ziet het er zeker naar uit. Ik zie namelijk allemaal onweer, bliksemflitsen en alles. Dit zijn de medepassagiers die met mij meegaan op vakantie. Dus blijkbaar of die naar dezelfde bestemming gaan. Oftewel Blokland. Jongens, het ziet er dus echt naar uit dat het heel erg gaat stormen. En ik weet nou niet echt of dat fijn is voor een vliegtuig. Nou ja, weet je wat? Je zou toch wel denken dat als het gaat stormen en het niet kan dat je kan vliegen, dat ze dan het vliegtuig wel annuleren. Laten we het hopen dat ze dat dan gewoon doen. Dus ik denk gewoon dat als het vliegtuig er aankomt, dat we gewoon kunnen gaan vliegen. Daar is die! Mijn vliegtuig! Oh mijn god, kijk dan hoe mokergroot dit vliegtuig is. Dat is niet normaal. Maar waarom sta je hier nog steeds voor? Moet je niet meekomen naar binnen, meneer? Oh, hij loopt naar buiten. Oh, moet ik meekomen? Wat ga je doen? Hoezo loopt hij daar naar beneden? Oké, laten wij maar gewoon mijn vliegtuig ingaan. Ben jij er ook klaar voor? Ik begin wel een beetje bang te worden als ik hem hier zo voor zie staan. Maar het moet toch allemaal goed komen, zou je denken. Dus laten we gewoon maar lekker naar binnen gaan. Voordat mijn vliegtuig weggaat. Oh mijn god, hij begint net met opstijgen. Ik zit er net op tijd in. Oh my god, waar staat mijn plekje in mijn vliegtuig? Ik had, als het goed is, hier zo een plekje bij het raam. Dit is bij het raam. Ik hoor onweer. Dit klinkt niet goed, mensen. Ik zit tenminste op een plekje. Dus laten we maar hopen dat alles gewoon lekker goed komt. Ik zie daar boven staan. Waarom staat hier een bordje met panic room daarvoor? Oké. Laten we maar doen alsof dat er niet staat. Ik heb gewoon zin in mijn vakantie. Maar waarom is het hier zo erg aan het stormen? Uh-oh. Ik hoor een alarm afgaan. Waarom gaat er een alarm af in mijn vliegtuig? Wow! Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Waarom staat de achterkant in brand van mijn vliegtuig? Hallo? Mayday, mayday. We storten neer. Wat moet ik doen? Waarom lig ik in het water? Oh nee. Hoe ga ik hier ooit wegkomen? Ga naar boven. Ga naar boven. Mensen, wat is er hier gebeurd? Meneer de piloot, wat is dit? Waarom loopt het vliegtuig? Oh nee toch. Oh nee toch. We moeten snel naar de deur. Ga naar buiten. 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 Ja, ja, ja. Wat is er met het vliegtuig gebeurd? Wat? Ineens staat het vliegtuig in brand. En liggen we in het water. Help ons, iemand. Help. Oh my god. We waren wel heel erg in de buurt van Blokland. Ik zie Blokland namelijk daarachter. Oh, wat gebeurt er met mijn vliegtuig? Die is helemaal in elkaar gestort. Oh nee toch. Wat is er hier allemaal gebeurd? Laten we dit maar één keer opnieuw proberen. Ik wil namelijk heel graag naar Blokland. Ik moet wel snel rennen, want mijn vliegtuig gaat er zo meteen vandoor. Rennen! Voordat het vliegtuig weg gaat zonder mij. Oh, rennen, 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 rennen. Kom op, kom op, kom op. Het vliegtuig gaat bijna weg. Oh, ik zit er net op tijd in. Hij gaat letterlijk net weg. Ik ga deze keer wel lekker boven zitten. De stoelen hier zien er namelijk net wat lekkerder uit. Laten we hopen dat we nu wel aankomen in Bloksburg. De piloot zit vlak voor me. Hallo, piloot. Hoe is het? Piloot, we gaan weer door de storm. Waarom is het nog steeds aan het stormen, meneer de piloot? Ik wil gewoon naar Blokland. Waarom is het als... Uh-oh. Waarom trilt het vliegtuig? Waarom zie ik rook? Ik zie rook. Waarom zie ik hier rook? Hallo, mevrouw. Waarom bent u mij aan het duwen? Wat gebeurt er met mijn stoel? Mijn stoel kan echt letterlijk elk moment naar beneden vallen. Mevrouw. Ah! Ik val naar beneden met mijn stoel. Oh nee. Het vliegtuig staat in brand. Ah! Ik ga vol het vuur in. Wow! Wat gebeurt er hier allemaal? Oh my god. Ik val vol uit de lucht. In het water. Zo, dat was heel heet. Maar door het water heb ik het tenminste overleefd. Oh my god. Ik zit heel diep in de oceaan. Ik moet hier snel naar boven zien te komen. Kom op. Zwem alsof je leven ervan afhangt. Want het is ook daadwerkelijk zo. Wat gebeurt er allemaal met dit vliegtuig? Die piloot die er net voor in zat, kan tenminste echt voor geen meter vliegen. Dat is helemaal wat zeker is. Het volgende vliegtuig komt eraan in 15 seconden. Maar laten we in de tussentijd nog maar lekker even een blikje drinken halen. Oh, dat is lekker. Laten we dan nu maar... Oh, er staat hier iemand die hoi zegt. Hallo! Oh, mijn vliegtuig is als het goed is aangekomen. We moeten snel doorlopen. En daar staat hij al. Ik vind het alleen nog steeds niet zo fijn dat er hier een motor van het vliegtuig ligt. Waarom rollen die motoren van het vliegtuig weg? Dat is niet zo handig. Misschien is dit ook de reden waardoor hij steeds neerstort. Dat ding zit gewoon niet zo goed in elkaar. Hier zit trouwens ook een kamer beneden. Namelijk de panic room. En wat is dit? Dit is gewoon het hele onderste gedeelte van dit vliegtuig. Oh nee, we gaan opstijgen. Oh nee, oh nee. Ik zit nog niet op mijn stoeltje. Ah, ik zit nog niet op mijn stoeltje. De G-krachten duwen me helemaal tegen de muur aan.
gaan hier zo. Kom op. Ga nou naar de trap toe. Wow, wat gebeurt er? Oké, weet je wat? Ik blijf al hier zitten. Dit is mijn VIP-plekje. Hier, in dit mooie vliegtuig. Oh, ik kan weer een beetje lopen. Kom op, ga vooruit, Alex. Ja, hoppakee. Oké, ik ben... Hallo? Waarom lig jij op de grond? Nee, wat? Het vliegtuig staat weer in brand. Hoe kan dit ook steeds gebeuren? Maar gaan we deze keer het eilandje Bloksburg halen? Oh my god. Ik val naar beneden. Fuck op Bloksburg. Ik kan misschien op het eiland landen. Oh my god. Oh nee. Ga naar boven. Ik zit vast met mijn voeten in het zand. Oh nee. Op deze manier ga ik nog verdrinken. En kom ik nooit in Bloksburg. We gaan het nog één keertje proberen om hier in Bloksburg aan te komen. Want dit vliegtuig is niet zo goed. En ik denk dan ook letterlijk dat we eruit moeten springen. Om überhaupt op onze bestemming te komen. En misschien moeten we wel een stuk zwemmen. Maar hey, ik moet er alles voor doen. Want ik heb die luxe villa nou eenmaal al geboekt met het zwembad. Mijn vliegtuig staat weer klaar. Laten we gewoon instappen. Ik ga gewoon lekker bij de deur instappen. Want hier kan ik er zo meteen zo snel. Maar ook echt zo snel mogelijk uitspringen. En dan gaan wij naar mijn vakantie toe. Zeg maar alsjeblieft dat het deze keer wel goed gaat. Piloot, kunnen we al gaan? Ja, daar gaan we. Hoppakee. Oh my god. Op onze route naar Bloksburg. Waarom heeft deze meneer leuke papegaai? Hallo papegaai. Waarom ga jij niet in een stoel? Oh, daar valt iemand naar beneden. Dit is foute boel mensen. Ik hoorde onweer alweer. Ik ben bang voor onweer. Zeker in vliegtuigen. We zijn tenminste bijna hopelijk op onze locatie in Bloksburg. Er is tot nu toe... Oh nee, het vliegtuig staat weer in brand. Ik zeg het je. Het komt gewoon door die motoren die eronder zitten. Die vallen gaan de hele tijd in brand. Oh nee, en ze vallen ook allemaal naar beneden. Hallo Bloksburg, waar ben je? Oh nee. We vallen hard naar beneden. Vallen we nou op het land? We vallen er. Oh my god. Oh nee, we stuiten er de lucht in. Dit is foute boel. Land het vliegtuig. Oh nee, we vallen net van het map af. Weet je wat? Ik ga dit vliegtuig wel besturen. Hopelijk dat het dan een keertje... Oh nee, niet hier zitten. Nee! Waarom ga je... Oh, jij mag geen vliegtuig besturen, meneer. Nee, goed zo. Ik ga het doen. Oh, daar gaan we. Oh, oké. Ik bestuur nu letterlijk een vliegtuig op het moment. Oh nee. Waarom breek ik mijn glas? Dit is foute boel. Maar ik wil gewoon naar mijn eigen eiland komen. Dus laten we er gewoon zo meteen maar uitspringen, denk ik dan maar. Voordat dit vliegtuig gaat neerstorten. Want hij staat nu al in brand. En dit is foute boel. Er vallen allemaal onderdelen van dit vliegtuig. Nu al letterlijk naar beneden. Nu het vliegtuig zelf. Dit is foute boel. Oh nee. Mayday, we storten neer. Oh nee, ik zit in de oceaan. Daar is Bloksland. Daar is mijn eiland. Kom op, poppetje. Zwemmen. Andere kant. We zijn er bijna. Ik zie mijn luxe villa al klaarstaan in de verte. Kom op, zwemmen. Oh nee, toch. We zijn bijna eindelijk aangekomen bij mijn luxe vakantie. Ik zie de zon alleen nog niet schijnen. Het is hier nog steeds aan het stormen. Waarom is het overal zo slecht weer? Maar hey, we zijn tenminste wel aangekomen op ons eilandje. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik op een van de twee video's die hier naast mij kunnen zien staan. Want die moet je echt gezien hebben. Klik ook op dat duimpje omhoog en op die abonneerknop. En later.